niet opstaan. Toetan! Koekoek! Toetan! Ah! Het is wel een mooie, hè? Ja! Toetan! Dat zult ook? Zuur, goed, grond! Op de wagen van Spekker, hè, van André. Ja, in zijn zolder, de stoeter stoeten. Ja. Het zijn er wel veel spekken, hè? Maar dat zit hier nog allemaal vol, hè. En ginder op de kop stonden er ook nog deuren. Alle dozen stonden nog vol. Dat is om te beginnen. Ja, wat? Het zijn er veel, hè? Ik weet het niet. Er is een reis naar Bukunshaki te winnen. Ah. Als je kunt zeggen hoeveel snoepen dan er op de wagen zijn. Als je kunt zeggen hoeveel snoepen dan er op de wagen zijn? Ja. Kunnen een reis winnen? Ja. Naar waar? Lukumbaki. Waar is dat? Met de negertjes. Ah. Hij krijgt een bon mee voor ze gratis drinken te geven. Ja, het zijn er wel veel, hè? Ja, Hendroek, ja. Oh, Hendroek nog? Oh, ja, ja, ja. Even van Arnold dan nog. Ja, ja, ja. Die zijn speciaal in de pak. Hallo, alles goed? Ja. Nou, wat zijn er veel, hè? Dat moet nog gevuld worden, dat is bezig. Allee, succes, hè? Ja, en bedankt, hè, om te komen. Graag gedaan. Wacht, ik ben aan het denken wat ik ga. Oh, mijn spijker. In de stoet van Huis de Zolder. Ja, goeie, succes, hè? Ja, ja. Dank u wel. Salut. En ik weet dat hij me niet verdrinkt. Morgen gaan we trouwen, niets kan zijn liefde storen. Goed, de kapelletje is hem geweest, dames en heren, op de voet, dat is niet zo ver. Maar ja, goed, we gaan zeker en vast genieten van een leuke stoet. En we hebben al de eerste praalwagen, hele mooie wagen, dames en heren. Dat is wagen 101. Lichte witte wagen met blauwe strepen. En er is geen prins carnaval wat erin zit, maar wel een politieagent, dames en heren. Bedankt politie Heus en Zolder voor jullie medewerking. Dat doet ons altijd plezier, dat doen wij op jullie mogen rekenen. Zowel met deze prachtige carnavalwagen. Ik gooit geen karamellen en geen confetti. Moet ik even te veel vertellen, dames en heren. Dus zijn we kijken op mijn voeten van de burgemeester, geloof ik, dames en heren. Normaal was Heus en Zolder de laatste stoet in het Limburgse carnavalland. Maar het is de voorlaatste geworden. Want we hebben sinds 2 jaar ook nog een stoet die er volgende week bij komt. En dan gaan we naar Hechtel. Die mensen zijn in onze stoet. Die gaan we straks nog even aan u voorstellen. Maar dat is dan Hechtel. En daar kan ik u al melden dat daar 40... Dat zijn reclame. En bij is sanitair en verwarmingen onze Benny Tielensen. Ik moet zwijgen, zo dadelijk, want als er muzikanten voorbij komen, dat hoort nu eenmaal. Deze mensen moeten we als muzikanten hun eer geven. Dit is het trommelkorps uit Mold-Millegembe. Die zijn opgericht in 2000 en deze is bestaan. Dus 20 jaar, dames en heren, zijn eigenlijk ontstaan uit de schoot van de Koninklijke Harmonie van Mold-Millegembe, Sint-Onrada. En ze bestaan, deze vereniging bestaat 80 jaar. We gaan ze laten genieten van jullie. Hier is de Milowijn, trommelkorps uit Mold-Millegembe. Heren en dames, bedankt voor de komst en laat je maar horen. Dank u wel, Taboometer. Dank u wel, de Milowijns uit Mold-Millegembe.
En morgenmiddag zaten we in de provincie Antwerpen om u maar even te vertellen, dames en heren, dat het geen provinciale stoet is, dat het echt een nationale stoet is wat hier hebben bezaten in Antwerpen. En bij de volgende wagen, de eerste praalwagen, gaan we onmiddellijk richting Vlaams-Brabant. Dus zo ziet u maar. Het zaken zoeken de stad in Brabant, dan moet ik uiteraard, de kleinste kinderen weten dat. Regelmatig liggen er wat beten op de grote weg van Centraal naar Tiene, maar dat is niet zo werk, dat zijn suikerbeten. En dan zitten we natuurlijk in Tiene, waar we naar de suikerfabriek, als we binnenkomen, ruiken we dat al in Tiene. Maar dat is nu eenmaal de suiker, dames en heren. Dat is nu zo. Dit is de enige uit Tiene, die zo dadelijk voorbij komt. Ze hebben er heel wat mensen op deze wagen staan. Ze zijn een klein beetje bekend in het Tiense en ook Brabantse carnaval in het organiseren van de 11e van de 11e. En dat is het, geloof ik, dit jaar is dat 11 november, waar ze een slagerfestival organiseren. En dat elk jaar in de manege daar in Tiene. Ze bestaan al 16 jaar in het carnaval gebeuren in Vlaanderen. Komen regelmatig afzakken naar Limburg. En dit is de spraalwagen nummer 32, want we gaan van 32 naar nummer 1. Dat is nu eenmaal de Leuze zo in Heuzezolderen. En we heet daar welkom op, ook het prinsenpaar van Vlaams-Brabant. Dat is Theo de Eerste en ons Witske de Eerste staan daar heel achteraan op deze praalwagen. We hebben jeugdkeizer in Femke. We hebben niet te vergeten, dames en heren, jeugdprins Bram de Eerste en jeugdprinses Noorden de Eerste. En dit allemaal onder leiding van onze goede vriend Kevin, de navigator, wil ik zeggen, meneer de voorzitter van dit gebeuren. Uit Tiene, Suikerzut, dit is CCA Tienen. Bedankt voor de komst. En ik zou zeggen, alles moet eruit, jongens. Hoppala! Voilà, dit is snoep uit Vlaams-Brabant, als ik het zo mag uitleggen. Suikerzoet uit Tiene, dankjewel voor het snoepen. Dus C, ofwel deze twee, CC, ja, Tiene. Dat was Tiene. Ah, dankjewel, Iben. Dankjewel. Met mijn collega presentator er ook nog op. We gaan richting Limburg. We gaan naar Husselt. Even kijken wat je in mijn eigen dorp. Want daar ben ik afkomstig, lieve dames en heren carnavalisten. Dit is de wagen uit Husselt met de vorst, hun voorzitter Camille erop zijn. Prinses Laura de Eerste, hoofddame Aline is erbij en ze bestaan dit jaar 2x11, 22 jaar. Gesticht in 1998 en bekend ook van een bekende rommelmarkt die ze organiseren op de 11e juni. Elke is dat dit jaar en dat in de Onze Lieve Vrouw parochie in Husselt. Op 19 januari hebben ze weer bal in Husselt. Ik kijk altijd naar Camille, dat ik in een flauwekul vertel natuurlijk. De hippies on tour was het thema. Maar ze hebben problemen gehad met hun wagen. De as is afgebroken geweest, heb ik me laten vertellen door onze goede vriend Camille. En ze hebben in extremis, ze wouden er absoluut bij zijn bij de Slam in zijn Heuzezolder. De nieuwe wagen gaan huren om hierbij te zijn. Bedankt het Q8-team en het CB-team uit Husselt. Daar gaan die ballen! Laat ze maar komen! Oh ja! In een carnavalstreek verhuizen van het ene naar het andere dorp is in principe geen probleem, lieve bezoekers. Want we gaan van Husselt richting Neopolsburg. Dit is een nieuwe carnavalvereniging. Al heel wat pogingen gedaan om erbij te zijn in het Limburgse carnaval. En dat gaan ze ook hopelijk met iets wat meer geluk vanaf dit jaar zonder problemen gaan organiseren. Ze waren ook al bij een Lommel waar ze een eerste stoet hebben gedaan. En het eerste jaar dat ze ook hier in Heuzezolder zijn.
bij deze. Ja, ze hebben ze snel hun wagen aan ingebouwd. Maar de toekomst is sowieso, zei Guido, dat er zeker was. Volgend jaar gaan zoeken voor een prachtige carnavalwagen. Dit is het thema Music Glitter Cars. En wat er ook nog zo leuk is, dames en heren, ze hebben heel wat beestjes meegebracht. Allemaal van die leuke beestjes zitten en dergelijke. En dat straks zou als een feesttent een groot feest kunnen worden. Dit zijn de party singers uit Leopoldsburg. Dank u wel, dank u wel. We zijn hartelijk blij om er aanwezig te zijn. Minnie Mouse is erbij. Ja, ja. We gaan richting Houtvenne. Het thema is ook uit het wilde gebeuren van Walt Disney. Thema Cars. Kijk eens op de truck opzij, dames en heren. Aan twee kanten van de straat. Vandaar moet je kijken, daar worden de stekenfilms op geprojecteerd. Zodat we leuk naar tekenfilms kunnen kijken. En wie kent er niet Taco? Ja, ja. Wie kent er niet Mack en Lightning McQueen? Uit deze prachtige kinderserie. Ze bestaan dus al 6 jaar ook in het carnaval gebeuren. En ze doen ook heel veel voor het goede doel. Prins Willy de Eerste, prinses Lucia de Eerste, jeugdkeizerin Liana. En dan hebben we keizerin Pascal, jeugdprinses Diana. En dit is het prachtig gebeuren. De voorzitter is onze goede vriend Geert, waarvoor een dikke merci aan proficiat Geert natuurlijk. Dit zijn de kindervriendjes uit Houtvenne. In het goede en verboden muziek afzetten. Wij zijn vrienden voor het leven. Zing maar mee, dames en heren. Kijk eens naar die prachtige tekenfilms. Het thema Cars. We hadden al Limburg en we hebben nu ook uiteraard de provincie Antwerpen. We gaan met deze groep richting Balen. Het is de vereniging die de eerste stoet altijd organiseert in onze contraien. En dat is altijd de zaterdag, de zondag voor het carnavalweekend. En in Balen zitten ze dan. En bij deze vieren ze voor volgend jaar, hebben ze een groot feest. Ze vieren 50 jaar carnaval in Balen en 30 jaar bierzussen. Dus dat worden groot feesten. Daarom het podium op wat deze wagen zit, Vors Juri. En dat is hun prins, die voor de tweede keer prinses Vors genaamd. En aan zijn zijde staat dan ook mee zijn zoontje Brente, de jeugdprins. Met veel plezier het thema bierzussen naar Movie World, zou ik zeggen. De voorzitter is Michel. Ja, we kennen hem en zijn vereniging van een van de beste wagenbouwers in de contreien. Altijd bereid, altijd smile, altijd lief, zou ik zeggen. Bedankt voor de komst naar Reuterzolder. Met heel veel plezier de bierzussen uit Balen. Dank u wel! Hé, hiervoor! Het was wel, ja! Kom. Dankjewel Michel, ik heb een fantastische DJ. Ik dacht dat je iets ging zeggen, maar ja, ik blijf wel lullig. Hey, altijd, ja. Dankjewel, bier zussen! Je haar is zo rood, hoppa! Je lippen zo rood, zo rood. Ben had je dat zo goed? Ik heb een doodland, dat is een gast, jullie! Heb je nog iets te zeggen? Het is zo goed als een thuiswedstrijd voor deze vereniging. En het thema met paard en kar komen de crisis wel door. Ik ben er vast van overtuigd. 58 jaar, ja ja dames en heren, carnaval.
En op 27 januari nodigen zij je uit volgend jaar om weer feest te vieren. En dat uiteraard in de Karnijken. Ze schikken niet af om naar de West-Vlaanderen te gaan, naar Lombardzijde of naar Blankenbergen. Daar draaien ze een handje niet voor om. Keizerin Leo, keizerin Jolanda. We hebben dan vorstin Nadia. We hebben uiteraard niet te vergeten vorstin Michel. Vorst Gerry is erbij. Prins Christoffel. Hun hooglustigheid staat daar boven op de wagen. En Kirsty, waar is die hopdame? Ah, daar is Kirsty. Goed zo. Nieuwe voorzitter en een kerstbeste voorzitter. Een prachtig werk. Kijk hem eens werken. Oh, die kan werken, die voorzitter. Dat is niet te geloven, hè. Robin Proficiat, jong met jouw vereniging. Proficiat, de Pintenbeekers uit Beringen. Dag Jolande. Dag Prins. Tijd zal zeer, verdriet te vergeten. Dus kijk aan de wolken en draai met ze mee. Lach naar het leven en kom met me mee. Al die dromen vervagen als sneeuw voor de zon. Ik denk, hou ik mijn glas en drink ik het jas. Ja, uiteraard deze Pintenbeekers samen met de jongens van Balen van de buurtzussen. De gekende wagenbouwers in onze Limburgs carnaval gebeuren. Je hebt daar verschillende keuzes. Je kunt daar gaan kiezen. Wil je ooit een wagen huren? Dat kan bij de jongens van de Pintenbeekers of wel bij de bierzussen natuurlijk. We gaan terug richting Brabant. We gaan naar Bekkenvoort. Zij gaan wel de tour op met volgend jaar met de vereniging uit de Senderlo. Gaan ze van alles organiseren. En ze zijn een klein beetje gekend van een dansgroep die al 8 jaar bestaat. En die dansgroep gaat binnenkort op 21 februari volgend jaar weliswaar de 5e show namiddag organiseren. Voorzitter Selina, ze zal er niet bij zijn, want het kindje is nog wel. Is het erbij? En de baby is er ook bij? Dat meen je niet! Ja, ze is maar pas mama geworden. En dat doet ons heel veel plezier, Selina, dat je erbij bent, lieve meid. Niet vergeten, nou, Mayo is er ook bij. Thema is Skyboys Indiana in een saloon. En Indiana, dat zou de naam van het dochtertje zijn. En met deze, Selina en Andy, een dikke proficiat met de aanwinst natuurlijk. En ook een dikke proficiat aan de orde van de objaalsmakers uit Bekkenvoort. Maar, ze is met de koets en alles erbij. Zo hoort dat kind, dat wordt een carnavaliste. Zij gaan ook in de Senderlo. Op 23.12, als alles goed mee zit, een prachtige lichtstoet organiseren. Z-Z-N-B-D. 42 stoeten die wordt georganiseerd, dames en heren. Hier in Heusden-Zolderen, we gaan kijken. We zaten zojuist weer in Brabant met onze ambiancemakers. En we gaan weer richting Limburg, we gaan richting Hasselt. Voor de volgende vereniging uit onze hoofdstad Hasselt, waar uiteraard elk jaar ook carnaval wordt gevierd met halfvasten. Dat moeten we ook eens vermelden. De jeugdprinsen, Sander de Eerste, die staat er nog op. En we kijken ook naar prinses Silke, die aan zijn zijde staat. Het is het thema is de lustige burcht, zoals hier staat. Zijn eigenlijk afkomstig van de Benoewijken. En volgens de geruchten bestaan ze dus al 41 jaar. Dit zijn de beekmannekes van Hasselt. En die handjes, die wil ze zien. Ja, die haai's in de lucht en op je vingers aan het doen. Waar zijn die haantjes? Die kun ze zien. Van de Nina, je kunt de Erik, je ziet er goed uit, jongen. Waar zijn die haantjes? Die kun ze zien. Van links naar rechts, een hoog en bovendien. Wordt er hier een feestje niet normaal? Zo sta je met die handen allemaal. La, la, la. Nou, deze groep van de weekmerkers hadden we normaal een groep uit de Heersen. Maar die hebben moeten afbellen in laatste instantie. Een groot klompje, zodat hun jeep kapot was. Probleem met hun jeep, geen vervoer om hier te geraken. Maar ja, goed spijtig. We gaan wel richting ja, kantje bootje Limburg-Brabant, zo'n klein beetje. We gaan naar het dorp van Sint-Amandina. We gaan naar Schakkenbroek. We zijn er ook allemaal bij met voorzitter Elke. En dit jaar bestaan deze jongens al 50 jaar in het carnaval gebeuren. Keizerpaard Patricia, Rudy, hoofdname Elke. En ze hebben bal op 3 februari volgend jaar. En dat is uiteraard in Zalt Sint-Amandina. Wiepies als Aladdin op wandel. Bedankt voor de komst aan hier, de jongens uit Schakenbroek. Bedankt, carnavalbeweging, de Wiepies! Dank u, wij willen met de avond
zoveel die hippie schekken broek, die jullie nogmaals bedanken van de deelname hier in Heuzenstut. En vooral de presentator, dank u wel. Je bent een lieve schat. Hey Julie, ja, jong. Die hoort er niet. Ik word er niet goed van. Ik word er niet goed van. Je bent even vriendelijk. Dankjewel, jippies. En bedankt voor alle lof naar mijn adres. We doen ons best natuurlijk. Er zijn zoveel presentaties, maar ik heb een goede en het slechte. Voilà. Ja, de burgemeester zegt juist dat je mij niet kent, is dat waar? Ja, dat zijn we. Goede vrienden met carnaval natuurlijk. Aangepast liedje, dat is leuk, hè? Opnieuw. Dit is de tweede groep van Leopoldsbuurt dat hier gaat voorbij komen. Het thema is dit jaar Disco Clowns. Dus Haasjes en Wagen staat te koop, dat mag ik ook eens vertellen natuurlijk. Wie weet als ze hem dat toch wel kwijtgeraken. Hopelijk nog wel. Ze bestaan al 4 jaar. En de voorzitter Roberto, moet ik ook daar toch een dikke proficiat toe wensen. Om die bende elk jaar weer, of elke stoet weer bijeen te krijgen. Roberto, proficiat. En ik meen te weten dat op 30 april weer een leuke confettifestijn gaat komen. Iets nieuw in Leopoldsburg. Ja, dan zullen we dat gaat meevallen. Bedankt voor de komst naar Heuzenzolder. Namens uiteraard de Slamridders. Dit zijn carnavalvereniging de Kampse Lolbroeken. De Lolbroeken. Dankjewel jongens. En nog veel plezier hier in Heusden. Hoppala, daar gaan ze munion voor onze burgemeester Ko. Pas op, ze vallen aan de leeuwen. Maar niet tijgers. Ik dacht dat de wolven waren, maar het zijn tijgers. Ja, ja. Een groep ontstaan hier in Heuzenzolder. En dan weg geweest met enkele sabbatjaren. Terug eventueel. Ja, dat is maar zeggen, terug eventueel het mes opgericht. Of wel terug eventueel dus de problemen opgericht. En onze Dini uit Stokrooi heeft opnieuw deze vereniging een klein beetje moed ingevazen om er opnieuw bij te zijn in verschillende carnavalstoeten. De eerste keer waren ze dat ze dus opnieuw in Heuzen zijn, na een paar sabbatjaren. Stilgevallen zei ik al, maar ik denk dat ze zich een klein beetje thuis voelen. Dini proficiat met jouw heel bende, de Paasaas is erbij, hun Black Panther is er natuurlijk ook nog bij. Dit dames en heren, en wat onder het thema Flower Power, dit zijn de Black Panthers! Merci Heusden, dat we terug aanwezig mogen zijn na al die jaren. We vinden het heel fijn en hopelijk tot volgend jaar. En we voelen ons hier zeker een beetje thuis. Voilà, goed gepraat Demi, bedankt jongen en toi 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 voor de toekomst. We gaan weer richting Brabant. Naar de stad van het bier. En onder het thema Mexico zijn ze hier naar Limburg afgezakt met Keizer en Cindy natuurlijk. Hè. Ja, niet te vergeten dames en heren, ze bestaan al 17 jaar. En Narnancy is daar uiteraard in volle overtuiging ook op hier op deze prachtige praalwagen. In december hebben ze een prinsenaanstelling, maar 16 en 17 september gaan we lekker eten. Eveline, prinses van Vlaams-Brabant 2020-2022 is er ook nog bij uit Leuven. Dit zijn de pleziermakers. De pleziermakers. Casino zijn, dat kan hè. Op de Mont Blanc. Het thema après-ski casino. De voorzitter is Erika en deze vereniging bestaat al 3 jaar in het carnaval. En ze zijn ook afkomstig uit Vlaams-Brabant, uit Ransberg om exact te zijn. Ze hebben een bal altijd in oktober in Bergendal in Waanrode. En ze bestaan dus 3 jaar, een 25-tal leden. En Erika,
Daar is ze, onze lieve Erika met dat lang hoedje op de kop, meneer Sappo Buurse. Dat is de voorzitter. Dit is uit Ransberg, dames en heren. Carnaval in de Dreamcatchers. Hoi. Je roept er hei op mee. Hey, hey, hey. Hij roept terug. Hey, hey, hey. Ja, dat is... Oh, dat was ook de burgemeester. Dat je... Hey, hey Matthijs. We gaan richting Spalbeek. En ze zitten terug in de middeleeuwen met de markiezen en dergelijke. Prinses Deborah de Eerste. En hoofddame Céline de Eerste. Ja, ze staan bovenop die prachtige praalwagen. En de nar Kirjan is er ook bij. Dat zijn de hooglustigheden van deze vereniging uit Spalbeek. Die al 8 jaar bestaat in het carnaval van Limburg. Het thema is middeleeuwen, dat zien we wel. Petra is daar de sympathiekste voorzitter. En ze doen voor alles om daar wel wat geld in het laadje te krijgen. Dat zal je maar positief. Uit Spalbeek, dit is carnavalvereniging Brek op mijn bek. Molenbeek-Werfbeek, dan zitten we weer in Vlaams-Brabant. De kippen komen op straat. Dat was zo'n klein beetje een thema, dames en heren. Ze bestaan 8 jaar, die vereniging die hier voorbij komt. Ze hebben op 7 oktober een eendag. En op 16, 12 hebben ze er een lekker fijn carnavalbal. En ze zijn eigenlijk een klein beetje ontstaan in Tieltwingen, maar ze zijn achteraf dan verhuisd naar Molenbeek-Werfbeek. Prins Tonne, dat is de man die daar prins is. Jeugdprins Dieter natuurlijk, en hofdame Bianca. Uit Molenbeek, Westbeek, dus carnavalvereniging Kiekenbos. De Kiekenbos. En we blijven maar in Brabant nog altijd. Ook deze wagen wil ik interesseren, juist te koop. Of is hem overkocht? Nog niet. Dus bij deze wagen te koop. We gaan weer naar Brabant, naar Glabbeek. En Luc, dat is een sympathieke voorzitter, ook onze fan Europa-commissaris natuurlijk. Ze bestaan al 6 jaar in het carnaval. En uiteraard, de Glabbeek is daar een klein beetje voor. Prinses Kathleen de Eerste, hofdame Marlene, hofmaarschalk Hans Werner en dan keizer Seppe de Eerste. Ze hebben heel goede contacten met Duitsland, dat heb ik al zelf aan de lijve mogen ondervinden natuurlijk. En dat is altijd leuk om deze Duitse vrienden bij jullie te mogen begroeten. Bedankt voor de komst hier naar Heusen, uit Glabbeek, dus carnavalvereniging de Gildegarde. Deze groep hou je vast aan de takken van de bomen, want dan bestaan ze 11 jaar, eenmaal 11. En Glenn en zijn familie kennen de, dat wordt feesten van de bovenste planken. Leven in de brouwerij zal er zeker en vast volgend jaar zijn, dat is het thema van dit jaar. Moet zeggen, ze komen van Balen, ze komen van Lommel, ze komen Kleinbeekse, van overal. Eenmaal 11 volgend jaar en zij kiezen ook elk jaar de nar ofwel de narin van de stad Lommel. En dat is Nathalie, die staat daarboven op de praalwagen. Een superleuke familie en vrienden is het. Met straks de disjockey in onze feesttent, dat is voorzitter, dat is DJ Glenn natuurlijk. Het geluid tot hier hebben we dus ook van hem. Hij is de sympathieke voorzitter van deze leuke gezellige bende. Dit zijn uit Balen, uit Lommel. Ik zeg het maar met heel veel plezier. Carnavalvereniging de Rakkers. De Rakkers. De Rakkers! Hey Glenn! Piet, kom wel, manneke! Ah, zo lang telefoon, Jasper. Richting Hasselt opnieuw! Mensen waar je terecht kunt voor eventueel als je een tapinstallatie of een toilet moet hebben, die hebben dat allemaal. Zijn zelfs bezig aan een tweede prachtige praalwagen te bouwen. Worden nog de wagenbouwers van Hasselt als je het mij vraagt. Hun thema dit jaar, dames en heren, is fire, ofwel brandweer. En Sjubik Sampermans, een dikke proficiat jong, al 6 jaar dat jij deze jeugdige bende door de straten van carnaval binnen Limburg leidt. En op 22 april hebben ze een groot carnaval, een afsluiter in het Hasselse carnaval. Het optreden van de Benchpony, Benny Sue, en niet te vergeten de prachtige Nederlandse band en Nederlands duo, de Sfeermakers, en dat in Kermit de Kermeta. Bedankt voor de komst, de Bratsjes uit Hasselt!
We gaan met hout halen. En we doen ons dat. Zoveel hooglustigheden en ze weten nog niet dat ze muziek moeten afzetten hier aan het podium. We hebben er nooit last van gehad. Met de hoogheden kunt er veel van afkomen. Laat even de muziek stoppen, dan zeggen wij met wie we te maken hebben hier, dames en heren. We hebben hier uiteraard onze Alexandra, prins van België 2020 aan de micro. We hebben de kinderprinses Mathis, we hebben de prinses Wendy uit Houthalen met haar gevolg keizer Christoffel. Wat staat er nog allemaal op? Even kijken. Alexander, de prins van Roeselare. Wie is die man van Roeselare? Zo boos. De kandidaat. Van de Rodenbachstad. Ja, jongens, niet te geloven. Twee vrienden, dat zijn uiteraard prinses Christoffel, prinses Petra. Die komen uit Borsbeek, heb ik me laten vertellen. We hebben ook nog, niet vergeten. Ja. De kandidaten, prinses is dat van Vlaams. Jeugdprinses van Vlaams gewest. Dat is Joja. Ja. Maar tussenhaagje, allemaal hooglustigheden, dames en heren. Uitgenodigd door deze vereniging, die in laatste instantie nog meegegaan is in de stoet. Want ze zijn morgen gisteravond nog ingeschreven, omdat we roepen op die uitgevallen waren. Bedankt. Uit Houthalen Oost. En dat doet ons heel veel plezier natuurlijk. Met daar ook bij de kandidaat jeugdprinses voor België. Dat mag ook nog eens verteld worden. Uit Houthalen Oost, hier zijn de Schuimers! Dikke merci aan iedereen, ook aan de organisatie. Met heel veel plezier zijn we afgekomen, zoals gewoonlijk. Nu zo'n Polen, we zijn niet van gisteren ingeschreven, zijn al meer dan twee maanden We gaan weer richting Ransbergen, dat is weer Vlaams-Brabant waar we zitten. Het thema van deze groep is Kasteel en Soetansen. Ze hebben meegebracht prins João de Eerste, prinses Sarah de Eerste, naar Wesley en Junior, naar moeten we zeggen. Uiteraard onze Devion die er ook bij is. Ze bestaan al 8 jaar in het carnaval gebeuren, terwijl in Limburg als een Brabant graag gezien gasten, zeg maar zeggen. We hebben altijd een bal in Waanrode. En hier opnieuw aanwezig is een heuse zolder in het carnavalvereniging, de Fairy Tales. Ja, naar de carnaval gaan kijken is af en toe een blauwe plekken, dames en heren. Alleen maar karamellen. Richting huis halen. Dit is de eerste keer in Heusden. En vorige week waren we de eerste keer in een stoet, dat was in Lummer. Ze hebben wel een heel leuke, fijne, gezellige bende op deze wagen gezet. En bij deze, dat zijn jongens die graag klussen. Dat is de klusdienst, en allemaal kabouter klusjes zou ik zeggen. Er zijn verschillende jongens, zelfstandigen, en dat weten we. En ze dekken alles behalve de schade, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet of dat waar is natuurlijk, maar het is een zotte wende. Met 30 personen zijn ze hier aanwezig. En bedankt voor je deelname en we hopen dat het een stap mag zijn om jullie jaarlijks te mogen begroeten. Hier is Pico Bello! Pico Bello! Denk je wat hier alleen mogen zijn? Het is allemaal niet gemakkelijk. We hebben ons proberen te gedragen. Het is allemaal geluk. Te dragen? Aan jullie gedragen niet dan? Dikke merci en respect voor jullie jongen. Dikke merci.
Dankjewel, tot volgend jaar, Rico Bello! Richting Midden-Limburg, dat is maar zeggen in Melden omstreken. Daar hebben ze uiteraard nog een leuke en gezellige bende. Dus Haagskes, dat zijn ze dan niet meer zo, maar ze bestaan al 23 jaar, dames en heren, in het carnaval van Limburg. En ik mag altijd zeggen dat onze Peter is zo'n 500 meter kabel bij. Is de Peter, is nog altijd 500 meter, zijn nog altijd 5000 lampjes, ik weet het niet, jong. Het zijn meer lampjes geworden. De meeste is juist. En meestal hebben ze vier micro's bij of zijn er drie? Het zijn er vijf. Zijn er vijf nu? Oké, goed. Prinses Maria, hoofddame Tamara Martessa. Peter was onze sympathieke voorzitter al daar. En natuurlijk niet vergeten het spookslot wat ze meegebracht hebben. 23 jaar. En op 9 december hebben ze bal. Dit zijn de kasteelfeesters. Ja, dat is ook wel bedankt, Slammeridders, bedankt. Geweldige sfeer, geweldige leut om deel te zien gemaakt. Dat is Maria, haar laatste stuk vandaag. Volgende week moet ze aanwezig zijn op haar werk. Oh. Ah. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Ah, ze staat niet meer op de ziekenkast dan. Nee, daar staat niks meer mee aan te vangen. Maria, meisje, dankjewel. Veel bedankt. Plezier. En we gaan zelfs een lamp opgeven. En bedankt voor dat voorgeven. Mensen, amusement nog in huis daar. Allee, laat u mogen. En bij de volgende praalwagen hebben ze de lampjes al aangedaan, dames en heren. Het circus is het thema. We gaan tot boven in het noorden van onze provincie Limburg. Met deze fantastische sympathieke groep. En ze bestaan volgend jaar tussen haakjes ook 11 jaar. En Ronnie Kennedy, dat wordt een groot feest daar in Lozen. Want van Lozen zijn ze afkomstig. 26 oktober gaan we nog eens lekker eten. En een free shopper is op 26 november. Ze bestaan, zei ik al, 1x11 met prins Ruben de Eerste. En prinses Valerie de Eerste. En dan gaan volgend jaar als verrassing een nieuwe raad van 11 stichten. Ja, Ronnie, het kan niet meer op met jullie. De LOL Jokers uit Lozen! Hallo! Ik zie alles draaien en mis het perfect. Met die kater die ik voor je aarde. Ik denk het is te laat als het licht weer aangaat. Maar het doek is nog niet dicht. We gaan voor die kater. Oh. Volgende groep gaan we richting Sint-Truiden. En dan zeggen ze meestal dat ze een razenpoot. Toen zeggen ze dat in Sint-Truiden. Dus haakjes ontstaan op een camping in Zonhoven. Ja, ja. En een voorzitter is gestopt, ze bestaan 13 jaar. En als ik zeg ontstaan, dames en heren, dan wil dat zeggen dat ze op een camping zijn ontstaan. En hebben dan uiteraard ook dit thema een klein beetje meegenomen. Een thema is campingvrienden naar Spanje. En dit zijn uit Sint-Truiden, de campingvrienden. Dank u wel. Ja, ja, we zijn op alle kampen van de Zonhoven. Ja, we zijn op de kamp 13 jaar. Wel jongens, ik hoop je volgende week ook te mogen aankondigen. Nee, ik kom er niet volgende week aan. Ik kom er niet volgende week aan. Dankjewel campingvrienden. En ook bedankt aan die twee mannen Kees. Ja. De Engelbewaarder, laat hem komen. Volgende week zijn dit de afsluiters van Limburg Carnaval. Zij gaan uiteraard een einde maken aan ons Limburgs rood geel groen gebeuren. Dit is de laatste stoet volgende week. De zandkrabbertjes hebben het toen voor een tijd wat zeggen gehad, maar nu is een andere vereniging die het feestpaleis hebben meegebracht hier naar Reuzelzolder. Ze zijn gesticht in 2009. De voorzitter is tussen Axel Johan en ook Prins Carnaval, dames en heren. Johan de Eerste met jeugdprinses Mira de Eerste, adjudant Danny en hoofddame Kelly. 23 april, volgende zondag, een tweede stoet in Hechtel. U zijn van harte uitgenodigd. Dit is de Orde van Hechtel. Dat was een bal. En dan gaat volgende week weer een feestje. En ik heb een loop op om het af te sluiten. Wie vind je het? Doe maar je taal naar de meekomst. We gaan weer naar Brabant, of moet ik zeggen? Ja, grensgeval Brabant-Limburg. Want die mensen organiseren heel wat. Ze organiseren een kerststoet.
En die kerststoet die gaat elk jaar, dames en heren, ja, deze kerststoet door in Rummen. Ze organiseren ook op 2 september weer een grote sterrenparade. En op 2 april hebben ze onlangs nog in Geensbets hun carnavalstoet georganiseerd bij deze. Ze hebben meegebracht prins Dominik de Eerste. En ook prinses Irma de Eerste en een jeugdprins, de Elias de Eerste, die ook prachtig op deze wagen schijnt. Ze hebben ongeveer een kleine 50 leden, en dat is geen flauwe kulwak verstel. Ze bestaan 9 jaar, voorzitter is Chris, mag ik ook zeggen, zijn lief Wendietje natuurlijk. Fruit Wetters, daar gaat de klok rond in Rummen, met heel veel plezier namens natuurlijk de mensen, de organisatie van de stoet, namens de slamridders, de Fruit Wetters uit Rummen! Ik zou zeggen, Irma en Dominik, loop maar komen! En uiteraard niet meer in de nar, want anders zegt die jong, de Miek hebben ze niet gezien. Maar die is een filmen voor zijn nageslag. Gaan we weer terug naar Limburg, naar Demerstadje Bilzen. Gaan ze altijd de zondag na, dus dat carnavalweekend uiteraard ook feestvieren. Dit jaar 60 jaar carnaval in Bilzen. En ze hebben meegemaakt hun 50ste prinscarnaval. Die al 2 jaar actief is uit het corona gebeuren. In oktober zal hij zijn veren terug moeten afgeven en zijn scepter. 50 jaar prins, dit is zijn hooglustigheid. Prins Alain, die samen nog mee heeft gebracht door jeugdprinses Brinda. En bij deze uit Demerstad Bilzen zou ik zeggen, met een nieuwe voorzitter heb ik me laten vertellen. Meneer Guy Dubois, proficiat met de voorzitter. Ik hoop dat uiteraard voor jou een zware opdracht, een simpele opdracht gaat worden om weer carnaval te vieren. En waar vier is dan carnaval? Bij de Stadsraad in Bilzen! De stad van Bilzen was weer vrij dat we in Heuze mochten aanwezig zijn. Samen met Jutterij en jeugdprinses Brenda de Eerste. Als namen van Zieter zou ik zeggen, ik vind het even goed hier als Jan. Dus, Vietse, bedankt om over te komen. Dankjewel, meneer de voorzitter en de secretaris. En dat staat zo. Ja, Peter is een nieuwe secretaris, wil ik laten vertellen. Allee! Tegen jou zeg ik graag, alles moet eruit, hè jongen. Alles moet, dit is de laatste stoet, hè. Dit is de laatste stoet, alles moet eruit, hè jongens. Stadsraad, bedanken. Bedankt, bro. Alles moet eruit, alle. Hoi! Hoppala! Zo kennen we alle. Moet er nog stoep zijn? Hoppala! De Stadsraad Bilzen, bedankt! Die heeft zijn handtekening hier nagelaten, denk ik, ja Mario? Het thema is prinsen en prinsessen. Prachtige praalwagen uit Kelnis, uit La Calamine. Dat die wagen regelmatig komt. De voorzitter is Corina. Die staat er zo mooi en vlijtig weer op haar prachtige praalwagen. Ze bestaan 18 jaar sinds 2005 en zijn een klein beetje populair. Bekend van een trekker-trek en nightpooling wedstrijden voor het goede doel in Borgloon. Elk jaar nieuwe wagen, elk jaar nieuwe kledijen. En dan is het zeker en vast voor volgend jaar. Me laten vertellen, gaat het kermis worden. Zal moeten afwachten. En meneer de burgemeester, Mario, ik moet even iets vertellen. Bovenop zat een prins, hè. Nou wel, dat is de prins van 2025 van de stad Tongeren en Borgloon. En dat heet dan Tongerloon. Zodat ze dat heten, dat is een nieuwe prins. Ja, maar ik zeg het maar tegen de burgemeester, moest er ooit iets tussen Beringen en Heusden komen, wie weet. Nooit. Ah, maar goed. Nee, hier staan ze, dat was heel veel plezier. Corina, voor volgend jaar is het kermis en ik heb vernomen dat het die kermis gaat worden bij jullie. De feestbeesten uit Borgloon! Dankjewel. Even wachten, hier.
Chabot, normaal gezien was Heuze Zolder onze laatste stoet. Ja. Dan gingen we naar Heuzelaars keren en werd de wagen met de vlakte van Eekendaal voor terug naar Kelders te gaan. Maar ik ga de laatste stoet nog mee. Echtel Axel zijn wij aanwezig. Luister, Corina, lieve schat, dat is niet zo erg. Want ik weet dat jij volgend jaar de Slamwitters een prachtige praalwagen gaat aankondigen. Ik heb hem al mogen kijken, ik heb al een tikje van de sluier op. Ik mag niet veel zeggen, maar de wagen van volgend jaar heb ik al gezien. Prachtige wagen, de Slamwitters. Eerst bedankt, ja, jongen. De ene is het duwwagen in de minste Limburgse carnavalstoete. En als je dan weet dat ze deze wagen in Kelmis, in La Calamine moeten gaan halen, s'nachts moeten gaan rijden door dorpjes als Vizee en noem maar uit, om dan in Borreglon te geraken, duwen. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar ja, goed zo. Zijn mensen die ook heel wat organisaties doen voor het goede doel. En ook zij hebben een race met hooglustigheden meegebracht uit alle hoeken van Vlaanderen. Niet alleen hooglustigheden, maar ook kandidaatprinsessen en kandidaatprinsen in de man elke specifieke, uiteraard, provincie. En onze André, Spekken André, die zit erachterop, is ooit nog prins carnaval geweest hier in Heuzenzolder in 2014. Keizer Arnold, de eregarde van de Spekken natuurlijk niet vergeten. Ondersteund door de Hamburgers, ondersteund door Droom, Lach en Leven en ook de Deltons. Prins en prinses uit Oostende zou daar aanwezig zijn. Het Siertje, waar het Siertje naar hier gekomen. Wat is dat leuk, Poperingen? Zijn die mensen van Poperingen nog gearriveerd? Ah, daar staat Poperingen. Wij zitten alleen maar in Poperingen en in Ieper voor de rally. Maar ook nu carnaval in ons Limburg, dat is altijd leuk. Hier, dames en heren, Spekken vinden mijn hart. En bedankt hooglustigheid uit alle hoeken van Vlaanderen. En kijk eens wie daar tussen loopt. In Hasselt hebben ze voor de eerste keer een jeugdprinses gekend. Dat was 75 jaar carnaval en nooit een jeugdprinses gekend. En daar is ze, de stadsjeugdprinses van Hasselt, voor de eerste keer een jeugdprinsesje. Dat is ons Maren de eerste. Maren, is dit jouw laatste stoet? Nee. Voorlaatste stoet. Volgende week in Echtel nog een keer. Ja. En dan moet je gaan stoppen. Ja. Wat moet je dan gaan doen? Ze weet het nog niet. Maar ja, Jan, ik ben er vast van overtuigd dat Jan ze gaat meepakken volgend jaar in andere groepen en andere stoeten. Opgeregen 1998, 25 jaar carnaval. Voorzitter is Jan Maréchal en ik mag erbij zeggen, straat en avond van de ambiance is bekend in het Hasselse. Maar zeker was op 2 december de Fitlinken, waar we een lekker knepjesysteem gaan vieren. Stadsjeugdprinses Maren, je was een superlieve prinses, een topprinses. En wat ook een toppenvereniging is met volgend jaar de nieuwe wagen. En de wagen is nog niet verkocht. Ah ja, is wel verkocht. Ja. Hij is verkocht, hè, Jan. Dus bij deze de knepjes uit Hasselt. Merci Jean-Paul voor de uitleg. Ik heb weinig te zeggen. Na 6 jaar zijn we terug in Heuzenzolder. En wat was het fijn om hier te zijn. Te juist thuiskomen. Merci Heuzenzolder. Merci Carnaval. Merci de Slamridders. En tot volgend jaar van onze nieuwe wagen. Alaaf, alaaf, alaaf. Daar gaan ze, de knepjes. Dankjewel. Het moment suprême. Het moment suprême. Want daar staat zij. En we hopen dat ze binnenkort een lieve, leuke mama gaat worden.
Want ze is al een paar maandjes in verwachting, maar ze is toch nog prinses geworden bij de vereniging die deze prachtige stoet elk jaar organiseert. Op een skihut is ze weer voorbij gekomen, gaat ze voorbij komen met onze sympathieke voorzitter Timmy, daarbovenop de wandelende baard. Ze bestaan 4x11, 44 jaar, gesticht in 1979 uit de schoot van de voetbalhelgond. Prinses Ines de eerste, en dat is met haar hoofddame Linda de eerste. Gekend, zeg ik al, voor de uiteraard hun fruitshopper en kindermatinees. En ze organiseerden deze 42e carnavalstoet. Dames en heren, geef ze een harde applaus. Dit zijn de slamridders met natuurlijke Prinses Ines de eerste. En hier moet alles uit nu, dames en heren. Alles wordt hier uitgegooid, alles wat er ook maar is. En wij zeggen van hieruit aan hoofddame Linda en prinses Ines, dikke merci en ook een dikke merci aan de slamridders. En dan gaat het gebeuren. 200 ballen liggen klaar. 200 ballen liggen klaar. Ze gaan eruit, ze moeten daaruit die ballen. Het snoep moet eruit. En ik zou zeggen, slamridders, laat ze komen! Ja, ja. Ines, lieve meid. Man, wat steek je toch maar allemaal uit. Ik denk dat dat kindje van jou in de buik gaat zeggen, mama, wat zet je toch maar aan het doen? Daar gaan die ballen, laat ze maar komen! Hey, hopla! Ja, ja. Hola, ons Ann kan goed werpen. Ja, ja, ze is een voetballer geweest. Ja, voetballer. En er zijn nog ballen, jongens. Er zijn er 200 tussen, laat je maar niet onder eens. 200 ballen, dat zijn 100 mannen. Voilà, daar is het Vlaamse Kruis, daar zijn de politiediensten ook nog een dikke merci. En dan al die medewerkers die gaan zorgen dat ons dorp weer prachtig en netjes uitziet. En het nodige poetswerk gaan doen. Bedankt jongens. Zo, graag tot volgend jaar. Laat ons afspreken. Ik heb het u al verteld, dames en heren. 6, 7 en 8 april voor de 43e stoet. Tot ziens en bedankt. Nog even een woord van dank natuurlijk ook.